Welkom Moloten! Je kijkt alweer naar de tweede aflevering van Hints en Theorieën over Wie is de Mol seizoen 21. Waarbij we beginnen met iets wat we in de vorige aflevering gemist hadden. En dat was deze keer een molletje eigenlijk dat in het molboekje van Florentijn stond. Heel obvious, maar toch wil ik hem je gewoon even meegeven. Want het zou zomaar eens een officiële hint kunnen zijn. Maar uiteraard gaan we het ook over aflevering 2 hebben. Dus laten we snel beginnen. Wederom een mannelijke afvaller. Gelukkig mag ik nog wel blijven. Mijn naam is Guido Verheijen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En we gaan maar eens kijken wat er nou precies gebeurde in die tweede aflevering. En oh ja, het merendeel van de kijkers is nog niet geabonneerd. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat vooral even. Want dan mis je geen enkele video meer. Het is zo gedaan eigenlijk. Dus klik even op die rode abonneerknop onder de video. De tweede aflevering begint bij deze prachtige plek. De groep krijgt een rondleiding en houden twee medekandidaten voor de gek. De coördinatoren hebben namelijk voor de andere enkele geheime opdrachten die geld genereren. Alleen door de juiste portofoon praten is iets wat Joshua kennelijk nog moet leren. Florentijn hoort alles, maar gaat desondanks voor de pot. En René? Tja, not. Dan muisstil door een verlaten klooster op zoek naar het geld. Maar de dansende ballerina's zijn erg op hun rust gesteld. Bij het minste of geringste geluid schieten zij voluit. Wat ze nodig hebben zit in de kistjes met muziek. En dus is er bij de kandidaten volop paniek. Iedereen wordt afgeschoten, althans, Lakshmi en Rocky hebben nog een kans. 400 euro wordt binnengebracht, wie had dat verwacht? Tot slot bordjes omverrijden op aangeven van de duo's in vrachtwagens en coördinator Florentijn. Er worden verkeerde bordjes doorgegeven, het zal ook eens niet zo zijn. Tijd voor de test en executie en met pijn in het hart nemen we afscheid van Erik de Rood. Oh nee, zwart. Nou, jammer. Ik had Erik de Zwart wel langer in het seizoen willen zien. Maar goed, nog 8 kandidaten over en nog 8 potentiële mollen. We beginnen traditiegetrouw met de afleveringstitel en dat was deze week Voorbeeld. Via Instagram laat Nina Laagmeijer mij weten. Kijk even naar het intro, want daar is ook een beeld in te zien. Misschien moet je de titel namelijk wel letterlijk nemen. Voorbeeld en René staat in de leader voor een beeld. Wellicht iets te ver gezocht, maar laten we snel naar de eerste opdracht gaan. In de eerste opdracht om de tuin leiden valt 2000 euro te verdienen. Maar ja, dan moeten de kandidaten wel René en Florentijn om de tuin weten te leiden. Joshua maakt een grote fout bij deze opdracht door de portofoons om te wisselen. En daardoor weet Florentijn al dat er iets niet helemaal klopt aan deze opdracht. En hij ontneemt ze de kans om geld te verdienen, want zijn groep weet niet wat de opdrachten zijn. En Florentijn komt eruit als sympathieke kandidaat. Maar bedenk je dat de keuze van Florentijn ook eigenlijk helemaal niet uitmaakt, want nogmaals, ze hebben helemaal geen geld verdiend, die groep. En ik neem aan dat de mol dat van tevoren vast wel ingefluisterd krijgt. René daarentegen vertoont wel opvallend gedrag. In plaats dat zij voor het geld wil gaan, gaat ze voor de joker. En gelukkig geeft ze het verkeerde antwoord, waardoor alsnog 700 euro in de pot wordt verdiend. Maar ook hierbij moet je bedenken dat de mol echt wel weet wat het goede antwoord is, zou je zeggen. Dus er zijn wat dingen om over na te denken. Er zit een dubbele laag onder. Florentijn lijkt de ideale kandidaat, maar is dat wel zo? Ja, en René vind ik nog steeds moeilijk te peilen. Mol of toch kandidaat? De volgende hint komt van Rien Arkeraats en ze zegt: de Trust Nobody stem in de leader die klinkt ook anders dan voorgaande jaren. En ze zegt daarbij, correct inderdaad, dat in het Vlaamse seizoen ook een keer een hint hiermee is uitgehaald. Dus hier even de Trust Nobody van een voorgaand jaar. Trust Nobody. En hier de Trust Nobody van dit jaar. Het zou een leuke hint zijn als de mol van dit jaar dit ingesproken heeft. Al lijkt de stem nog wel steeds van Horus af te komen. Dan misschien wel een hint waarbij we een van de kandidaten kunnen afstrepen. We zien namelijk een anti-mollenactie van Lakshmi. Lakshmi geeft in de portofoon aan dat ze ook wat andere opdrachten moeten doen die niet echt op het lijstje staan. Zo verzint ze bijvoorbeeld dat er duimpjes omhoog gegeven moeten worden
onder deze video. Dat ze duimpjes omhoog moeten geven voor de camera. Met als resultaat dat René op het einde dus dat foute antwoord geeft. Als mol zijnde wil je dat er geld uit de pot verdwijnt en wil je dat er dus een opdracht ontmaskerd wordt. Dan ga je niet zelf een opdracht verzinnen. Dan door naar de tweede opdracht, de dans ontspringen, waar ook weer 2000 euro verdiend kon worden. Een groep verkenners doet eerst het voorwerk en daarna mogen de verzamelaars het geld uit de kistjes pakken. En vrijwel iedereen wordt afgeschoten, alleen Rocky blijft over en Lakshmi. En dat deed Rocky nog best wel slim op het einde, want ze legde de portofoon ergens neer, waardoor Lakshmi de hele tijd geluid kon blijven maken, waardoor de ballerina steeds in de plek van de portofoon aan het schieten was. En zo kon Rocky rustig haar gang gaan en het kistje openen. Toch zijn er twee dingen hierbij die mij gigantisch op de borst kloppen. En de eerste is dat 400 euro verdienen niet een gigantisch groot bedrag is. Dat zou je op zich als mol nog best wel in het laadje kunnen brengen. En ten tweede, is 400 euro wel het enige wat in dat kistje lag? We hebben in voorgaande seizoenen wel eens gezien dat er al van tevoren iets uit de kistjes gehaald is. Charlotte, Marije, Lakshmi en Joshua waren de verkenners en zij hadden de mogelijkheid hiertoe. Mijzelf was ook nog een verspreking van René opgevallen. Nou ja, als het een verspreking is natuurlijk. René zegt namelijk het volgende. Ja. De gele ballerina bewaart haar geld links. De gele ballerina bewaart haar geld in het midden. De rode ballerina bewaart haar geld links. Ja, de gele ballerina die bewaart haar geld aan de linkerkant en de zwarte ballerina bewaart haar geld in het midden. En Lakshmi heeft daadwerkelijk deze zin goed overgebracht naar de rest van de kandidaten. De zwarte ballerina bewaart haar geld in het midden. Alleen omdat René dus de zin herhaalt, denken de rest van de kandidaten dat het geld dus in een ander bakje ligt. Dat zou zomaar eens een molactie kunnen zijn. En dan de derde opdracht, symbolisch bedrag, waar 2100 euro verdiend kon worden. De kandidaten moesten in vrachtwagen borden omverrijden. 350 euro per goed omgereden bord. Ja, en als je een bord fout omreed, dan ging er 350 euro vanaf. Gelukkig biedt dit thermometer uitkomst, want hij heeft frame voor frame nagekeken om voor ons in ieder geval tot de conclusie van deze opdracht te komen. Belangrijke info hierbij is, de uitslag van de opdracht was dus 5 goed en 3 fout. Zoals je ziet, kan ik middels de beelden 4 goed omgereden bordjes en 1 fout gereden bordje met zekerheid aanwijzen. Er blijven er 3 over, 2 daarvan door Joshua en René doorgegeven en 1 door Charlotte en Rocky. Van deze 3 zijn er dus 2 fout. Wat we nu in ieder geval zeker weten uit dit schema, waarvoor dank de thermometer, is dat Joshua en René in ieder geval 1 fout hebben gemaakt. Of dat ook dezelfde fout is die we later zien bij Marije, Splinter en Erik, dat is ook niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat het daar in ieder geval ook fout ging met 1 bordje. En verderop in de opdracht zien we dat Marije het over Florentijn heeft. Ze zegt dat Florentijn 11 foto's heeft doorgegeven. Later in die opdracht horen we Marije zeggen dat Florentijn maar liefst 11 bordjes heeft doorgegeven. Het zou kunnen dat Florentijn gewoon de foto's in de app telt en dat hij van sommige bordjes gewoon meerdere foto's binnen heeft gekregen. Maar Marije had zelf ook mee kunnen tellen en kwam dan ook tot de conclusie dat ze al meer dan 6 bordjes had. We laten de derde opdracht even voor wat die is en we gaan nog heel even kijken naar het onderrondje tussen Splinter en Joshua. Nee, ik zie het in zijn ogen. Dit is helemaal real. En je denkt, ja, als dat gebeurt, dan is hij uit het spel en dan is hij weg. Split, als jij all the way voor mij gaat, dan zit jij in het vliegtuig terug. Ja, Joshua lijkt hier Splinter een laatste tip te geven, want hij is bang dat hij er anders uitvliegt. En ze spreken met elkaar af dat ze Joshua heel verdacht gaan maken. Ja, als mol zijnde wil je dat liever niet. Kunnen we dit dan ook als een anti-mol-actie van Joshua beschouwen? Dit waren de hints en theorieën voor dit moment, maar ik heb mijn website weer eens volledig geüpdate. Ga naar wieisdemolguido.nl. En dan gaan we kijken naar de verdenkingen. Vorige week werd Charlotte nog het meest verdacht met 21%. En deze week vlak voor de executie werd René het meest verdacht met 23%. En nu ben ik weer benieuwd naar wie jij verdenkt op dit moment. Laat het weten. De poll staat in de beschrijving van deze video en stem dus op jouw mol. We zijn alweer bijna bij het einde van deze video gekomen. Maar vergeet niet, volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe hints en theorie video. Iedere zondagochtend om 8:30 op dit YouTube kanaal.
Zorg ervoor dat je geabonneerd bent, dan weet je precies wanneer er een nieuwe video van mij online staat. Wil je nog meer hints en theorieën? Vergeet dan ook niet te luisteren naar de Molcast. Dat is een podcast die ik samen met een klasgenoot en tevens goede vriend G. Kusters maak. Te volgen via jouw favoriete podcast-applicatie. En tot slot kan ik jullie vermelden dat er binnenkort weer een nieuwe aflevering van 20 jaar Wie is de Mol online gaat komen. De serie waarin ik 20 jaar Wie is de Mol met je doorneem. Seizoen 6 is aan de beurt, dus die kun je binnenkort op dit kanaal verwachten. En volg me natuurlijk op de socials, die staan hieronder. Daar laat ik je de rest van de week nog veel meer hints en theorieën zien, verdenkingen, follow the money schema's, je kent het allemaal wel. En als je nog veel meer wil zien, ja, dan kun je ook nog een van deze video's hiernaast aan klikken. Dus kortom, je hebt nog genoeg te doen. Graag tot de volgende keer. Doei doei!